dit is dus heel erg naar. Kan je... Oh! Ik ben echt heel pushy aan het spelen. Vuurwerk in het huis. Let's go. Dat gaat sowieso goed. Oh, ik durf niet meer. Kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier in een bos. En zoals je kan zien, zie je niks. Je ziet eigenlijk helemaal niks. Het is super donker. Maar ik ben hier niet alleen. Er is hier een ander monster. Of een ander monster. Ik ben er geen monster. Ben ik... Oké, ik ben een mens. En er loopt hier dus ook een monster. En we hebben hier een auto. Maar deze auto is kapot. En deze moeten wij dus gaan repareren om hier te ontsnappen. Maar de bedoeling is dus dat wij alle spullen die we nodig hebben vinden. Voordat dat monster ons vindt. Want als hij ons vindt, dan doet hij hap. En dan kan je zelf denk ik ook al verzinnen wat er zou gaan gebeuren. Maar het ding is dus, dit spel heet In Silence. En het heet niet voor niks In Silence, want je moet dus geen geluid maken. Want dit monster, ja, dat kan jou dus horen. Niet per se dat hij mij nu hoort praten, want anders zou het een beetje een saaie video zijn als ik de hele video mijn mond dicht moet houden. Maar hij kan mij dus horen lopen. Je ziet daar onderin, zie je een balkje met zo'n volume dingetje. Nou kijk, dus nu loop ik dus. En dan zie je dus, er komt geluid vanaf. En dat kan dat monster horen. Ik hoor hem lopen. Nee, ik zie hem daar. Ja, maar dit is toch zo oneerlijk. Ik kan nu niet lopen, want dan hoort hij mij, dus zou ik denken. Maar hij is letterlijk, hij staat hier. Ja, je ziet hem daar lopen. Waarom is hij al zo dichtbij? Ik ben letterlijk 2 seconden gespand. Ga weg, monster. Ik schrik me de tandjes. Waarom staan deze dingen hier? Normaal speel je dit een soort van online, kan je dan doen. En dan is het monster is dan een persoon. Ja, nu is dat dus niet. Dus monster is een computer. What the frick is dit? Dit is een scarecrow. Ja, ik weet echt niet wat we daarmee kunnen doen. Ik laat ze hier staan, want ik vind ze veel te eng. Ik heb al 1 wiel gevonden. Nou, heeft een auto natuurlijk 4 wielen nodig om te rijden. Dus die moeten we nog verzamelen. Maar we hebben tussen 1 van de 4. Ik ga wel lopen. Ik kan toch niet de hele tijd bukken. Ik vraag me ook af wat dat rode lampje daar is. Dat heb ik echt werkelijk maar nog nooit eerder gezien in deze game. Ik denk dus, vind ik zelf, dat dit een van de engste games kan zijn die er is. Omdat je dus zo erg kan schrikken. Dat monster kan letterlijk uit het niets komen. Dit is zo donker. Je ziet hem ook niet eens altijd aankomen. En het is een soort van mega muis. En ja, die kan dus heel erg snel rennen. Kijk, we gaan hier een wiel plaatsen. Dan hebben we tenminste 1 dingetje. Oh, we hebben maar 3 wielen nodig. Al waarschijnlijk was 1 wiel dan niet kapot. Het is sowieso raar dat je... Ik neem aan dat wij in die auto zaten. Dat we hier aan het rondrijden waren. En dat die auto gewoon opeens stopte omdat die kapot was. Je mist opeens 3 wielen. Je mist je sleutels. Die ben je ook kwijt. En je mist een battery. En je mist benzine. Ja man, dat is logisch. Oh, dit is dus heel erg naar. Het is nu een storm. Nou, dat is ook best wel logisch. Dat kan je... Oh, dat kan je zien, wou ik zeggen. Holy makker. Gast, oké, wat zo'n storm inhoudt, is dus dat dat spook ons niet kan horen, want het regent. Dus hij hoort alleen maar de regen. Maar het ding is dat hij ons wel kan zien, want spook, waarom? Zei ik spook? Voor mij zei ik spook, hè? Die box, daar moet ik voor oppassen. Die gaat af als ik er langs ga. Hij kan ons dus gewoon zien. Dit monster heeft zijn volledig gezicht tijdens zo'n storm. En ik was buiten, dus ja, dan kan je wel verzinnen dat hij mij dus gewoon kon zien. We kunnen dus in dit huis, kunnen wij allemaal dingen zoeken. We hebben dus al inderdaad voor mij een accu, was dat? Ja, dat was een accu. Oké, zou hier misschien dan ook nog iets van een sleutel liggen of zo? Of batteries vind ik ook goed voor mijn flashlight. Oh, hier is een battery. Oh ja, kijk, vehicle key. Oké, nu moeten we... Ja, eigenlijk moeten we terug naar de auto. Maar dan lopen we weer buiten. Oh, dit is zo slecht. Gaan we dat doen? I mean, frick it. Ik ga het gewoon doen. Oh, rennen. Ik vind het zo niet leuk. Hij kwam net opeens gewoon uit het niets. Letterlijk. Ik had geen idee dat hij er was. Oké, gaan we gewoon achter de auto. Oh, daar is de auto. Ik loop een beetje om. Ik hoop dat hij dan maar niet in de buurt is. En ik hoop dat hij mij zo ook niet kan zien. Is het logisch? Nee, dat is totaal niet logisch. Waar moet de... Oh, die moet hier erin. Oh, frick, die moet daar. De car battery. Oké, dat is de car battery. En we hebben de sleutel. Dan moeten we dus nog 2 wielen en de benzine. Oké, dat is op zich niet heel veel. Het ding is dus, je kan ook ontsnappen met allerlei codes die je door de map kan vinden. Oh, de storm is voorbij. En die codes kan je dan gebruiken om iets van een wapenplek open te maken. En er liggen dus allemaal wapens. En dan kan je dat beest neerknallen. Dat lijkt me best wel leuk. Maar ik denk dat je daar wel voor meerdere mensen echt nodig hebt. Wil je dat helemaal doen. Al die codes vinden en dat ding openmaken voordat je daadwerkelijk opgegeten wordt. Dus wil je dat ik dat een keer ga doen? Laat het zeker weten in de comments. Dan kan ik weer Koen of zo erbij halen. Misschien nog wel iemand anders. En dan gaan we dat gewoon doen. En dan gaan we proberen de Rake, heet hij, dit monster neer te knallen. Ik ben bang. Ik wil gewoon ontsnappen. Ik wil niet... Ja, ik heb wel... Kijk, voor mij is dat dat elektriciteit dingetje er beneden, is dat mijn battery van mijn flashbangs. Dus voor mij, als die leeg is, dan ben ik echt de Sjaak als hij mij pakt. Dus in principe zou ik nu gewoon moeten kunnen lopen. En als hij dan komt, dan kan ik hem nog een keer afwijken. Of afwijken, hoe noem je dat? Flashbangen. Maar ik weet het niet zeker. Dus het kan ook zijn bijvoorbeeld dat gewoon de derde keer als die je
daar, ik zag hem. Dat als hij de derde keer pakt, dat je dan dood bent. Ik zag hem daar in het licht. Dat vind ik ook heel creepy, dat je hem zo wel door dat licht kan zien gaan. Omdat dat het enige plekje licht is in deze hele map. Is dit een huis? Oh nee, dit is gewoon een steen. Er zijn trouwens een lange tijd geen video's online gekomen. Voor de mensen die het gemist hebben, mijn PC die is dus een beetje eigenwijs. Dus soms als ik gewoon aan het gamen ben, of andere, ja, aan het opnemen dus, dat is ook een soort van gamen. Dan gaan mijn beeldschermen uit en dan zegt mijn PC van, je mag het niet doen. Maar de laatste paar dagen heb ik het dus niet gehad tijdens het gamen. Dus ik hoop dat deze video ook online komt. Als je dit online komt, dan heeft mijn PC dus gewerkt. Als jullie dit nooit zien, dan zien jullie dit nooit. Dus dan weet je het niet eens. Oké, we moeten nu oppassen, want hij was hier dus daarnet in de buurt. Maar we moeten dus wielen, moeten we als het goed is, buitenhuis vinden. En de rest binnenhuis. En wat moest ik nog vinden? Volgens mij, fuel had ik nodig. Dus benzine. Ik weet niet of je dat in een huis kan vinden, of dat dat ook buiten is. Kijk, wielen die liggen niet zo snel in een huis. Dus ook in huizen moeten we oppassen. Want in huizen liggen allemaal traps. Zoals dat teddybeertje daar. Ja, die lijkt onschuldig. Maar als je daar opstapt, dan maak je dus geluid. Of dan maak jij niet geluid, maar dat teddybeertje. En dan is dat monster zo van, yo, is er iemand toevallig in het huis? Oké, staat hier iets van een, voor mij is het een jerrycan. Staat hier een jerrycan ergens? Oh, ik hoor de vogels. Ik weet niet of dat betekent dat de rake daar in de buurt is. Zullen we hier beneden kijken? Ik vind het hier beneden wel een plek waar je iets van een jerrycan neerzet of zo. Oh, we hebben ook een trap. Die kunnen we ook ergens neerzetten. Daar kan het monster in staan. Oké, dat is op zich wel goed om te weten. Ik ben echt heel pussy aan het spelen door gewoon eten te crouchen. I'm sorry. Ik ben bang. Dat is een battery, maar die heb ik al, toch? Ja, dat is een car battery. Die heb ik al. Oh, dat is niet best. Hier ligt een gewone battery. Oh, mijn flashlight battery is vol. Oké. Dan heb ik hier niet heel erg veel aan gehad. Ik kan wel die trap op zich meenemen. Ik ga die trap zo meteen bij de ingang van dit huis plaatsen of zo. Als hij dan opeens komt, dan kan die daar lekker in gaan staan. Eerst als het goed is, doe je dan zo. Ja, zo. En dan... Dat maakte geluid. Of course maakte dat geluid. Staat daar... Oh, dat is vuurwerk. Dat kunnen we ook afsteken. Dan komt die... Ja, dat gaan we doen. Dan komt die zo meteen hier naartoe. Want dat vuurwerk, dat maakt dus geluid. Kijk, nee, hier kan geen jerrycan in staan, toch? Nee. Ik vind van niet. Oké, hier dit vuurwerk. Dat gaan we gewoon bij de trap hier neerzetten. En dan moet ik naar een andere plek toe rennen. Voor mij moeten we die kant op. Oké, vuurwerk. Ik plaats het hier. En we zetten het aan. Oh, ja, vuurwerk in het huis. Let's go. Dat gaat sowieso goed. Woe. Rennen. Ik moet naar de volgende locatie. Oh, man. Hebben we hier iets? Ligt hier iets? Ik weet niet. Ik wil hier naar binnen. Ik hoor een hond. Oh, hier ligt een bosje. Daar kunnen we in verstoppen. Dan hebben we iets meer camouflage. Ja, een jerrycan. Oké, dan moeten we nu weer naar de auto toe. Maar hoe kom ik bij de auto? Dat is helemaal daar aan de andere kant. Oh, dat is niet best. Ik weet niet of ik mijn... Oh, mijn camouflage, die kan ik droppen. Oké, dat is goed om te weten. Kan ik, als ik een wiel vind, kan ik dan dat wiel meenemen? Want ik denk dat ik dat liever doe dan dat ik mijn camouflage omhoud. Maar ja, dan moet ik wel eerst nog een wiel vinden, hè. Dat is ook wel een dingetje. Oh, hier is niks. Oké, wacht, hier hebben we overzicht. Daar is dat oranjerige licht. Dus dan zit de auto, als het goed is, daar. Oké. En wat hebben we hier dan nog meer? Hier hebben we die toren met dat rode licht. Ga ik springen? Dat gaat wel geluid maken. Ik loop wel weer naar beneden. Ik neem al gewoon netjes de trap. Dan gaan we zo hier... Oh, hallo? Ja, dat ding gaat natuurlijk nooit reageren op mij. Wacht, daar is ook oranje licht. Huh? Dit is niet best. Ben ik nou... Daar staat iemand in dat oranje licht. Dus dan is dit wel de auto hier. Moet wel. Ja, daar zie ik voor mij de lampen van de auto. Oké. En dit zijn de bordjes met alle directies. Yes, we gaan de goede kant op. Oké, gelukkig. Hallo, auto... Oh. Hoe is het met mijn mooie auto? Wat voor een auto ben je eigenlijk? Ik heb werkelijk waar geen idee. Waar moet de fuel erbij? Huh? Oh, die moet hier. Kijk, fuel repareren. Dan hoeven we oprecht nog maar 2 wielen. Oké, misschien kunnen we er gewoon ontsnappen. Ik wacht, daar zijn we net geweest. Daar was dat huis. Huh? En daar... Ik denk dat we rechtsom moeten gaan. Laten we dat gewoon doen. Of nee, linksom. Linksom, daar heb je denk ik ook nog een tentenkamp. En zo'n tentenkamp, volgens mij telt dat gewoon als een buitenplek. Dus dan kunnen we daar kijken of ze nog iets van wielen hebben of zo. Ik probeer ook goed om me heen te kijken of ik dat monster ergens kan zien. Maar ik weet niet. Ik heb het gevoel... Ja, ik heb liever dat ik... Loopt die daar? Oh, nee. Ik heb liever dat ik weet waar die is, want nu ben ik hem zo lang al niet tegengekomen dat ik geen idee heb. Is hij er überhaupt nog? En waar is die? Misschien ziet hij mij wel en zit hij gewoon aan mij te loeren. En dan is hij van, yo, op het juiste moment, als je het niet verwacht, dan kom ik je aanvallen. En dan, hartverzakking tot de max. Ik dacht even dat ik hem zag, maar het waren gewoon bordjes. Oh, kak. Wacht, dit is dat huis. Hier ben ik net al geweest. Oh, daar is hij. Oh, ik durf niet meer. Ik moet die kant op, letterlijk. Ik moet die kant op. De Rake, kan jij heel even een andere kant op gaan of zo? Kan je even daar weg? Komt hij nu ook richting mij? Ik heb geen idee. Ja, of ik moet me laten pakken en dan flashbanging hem. En dan kan ik doorrennen. Dat kan ook. Oeh, daar is hij. Oh, dat gaat zo fout. Kijk, ik ga gewoon achterlangs zo crouchen. Ik hoor zijn voetstappen inderdaad. Jongens, toch. Waar maak ik me zorgen om? Kijk, ik ga gewoon lopen. Dit crouchen duurt me te lang. Hey Rake, ben je er nog? Ben je al weg? Je bent zeker bang voor mij. Stel je voor, je bent bang voor de Rake. Dat kan ik niet zijn. Dit is dus, ik heb laatst zo'n spel gespeeld in
in Roblox. Dat heet ook letterlijk The Rake. Dit is zeg maar een soort van de engere versie ervan, vind ik. Ja, ik vind dit enger dan in Roblox. Dit was er denk ik ook eerder. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dit is wel, vind ik, realistischer en enger en alles en blablabla. En beter voor je tanden ligt hier een wiel. Want anders dan weet ik niet echt waar ik nog verder moet gaan zoeken. Wat is dat? Het is een radio. Oh, die kunnen we aanzetten. Die gaat er ligt hier geen wiel. Waar wil ik anders nog een wiel vinden? Zal ik dan de radio aanzetten en doorrennen? Oh, daar ligt een wiel. Nee, ik ga de radio dan niet aanzetten. Dan ga ik gewoon door. Want die wiel ligt hier nog wel heel dichtbij. Oké, als we deze hebben, dan hoef ik er nog één. En dan kunnen wij een sprintje trekken naar de auto. En dan zeggen we adios, amigo. En dan ligt daar een wiel op de grond? Of is dat... Ik weet niet of daar een wiel ligt. Of dat dat gewoon... Oh, ik sta echt flink in het licht. Dan kan hij mij natuurlijk ook zien. Ik denk dat dat een steen is. Ik denk niet dat dat een wiel is. Oh, hier is nog iets van een huisje. Ja, ik weet dus niet of er... Er kunnen voor mij geen wielen in huisjes liggen. Dus dat is wel weer jammer. Moet ik het dan wel checken? Ja, ik weet niet. Ik ga gewoon door. Ik frik dit huisje. Batteries heb ik volgens mij ook niet echt nodig. Nee. Oké, daar zie ik weer iets van dat oranjerige licht. Dus ik hoop dat dit weer tentjes, dingetjes zijn. En dat dit niet de tent is bij de auto. Want dan ben ik letterlijk een rondje gelopen. Ja, dat zal uiteindelijk wel moeten een rondje lopen. Maar ik wil eerst nog een tentje tegenkomen met een wiel. Ik moet zeggen, volgens mij, vorige keer zijn we veel vaker gepakt door die... Ja, een wiel. Oh, dit is legendary. Legendary hier. Neem mijn camouflage ding. Ik wil het wiel. En nu gaan we gewoon het rondje afmaken. En dan gaan we terug naar de auto. Dit is toch zo pro, jongens. Holy damn. Hey, yo, The Rake. Ben je ergens? Dit is het moment om je te laten zien, hè. Wil ik in het licht lopen? Ik weet niet. The Rake is dus wel heel erg blind. Behalve als het stormt. Maar ik weet niet of het voordeliger is voor mij om in het licht te lopen. Ik moet wel sowieso iets van een pad volgen. Want anders weet ik nooit weg terug naar de auto, denk ik. Wacht, hier is weer een huis. Huh? Hoe groot is deze map eigenlijk wel niet? Wat? Deze map is... Wacht, daar is weer een tent. Is dat de tent met de auto? Wacht, hier is ook weer een camouflage ding. Oh, ik vrees dat deze map veel groter is dan ik had gedacht. Ben ik hier geweest? Nee. Dit is het beginhuisje. Ja, daar is de auto. Oh, jongens. Gaat het dan gewoon lukken? Dit ging dan eigenlijk wel te makkelijk. Vinden jullie niet? Als dit gewoon zo lukt nu in één keer? Ja, ik weet niet. Het zou wel een beetje te goed zijn. Het zou te mooi zijn om waar te zijn. Dat is het meer. Ik weet niet. Ik heb het gevoel alsof er nog iets meer zou moeten zijn. Tenzij dat ding dus hier nu opeens loopt, dan was dat het. Maar het lijkt er niet... Hij is daar achter mij. Oh, hij komt wel deze kant op. Oké, ik moet heel snel de auto repairen. Heel snel. Want anders als hij nu... Oeh, ja, nee, dat is een foute boel. Oké, de wielen zitten allebei aan de andere kant. Oh, jongens. Hij komt hier naartoe, sowieso, want ik ben geluid aan het maken. Dus dan, ja, weet hij van, yo, ik zit hier. Oké, zo, repairen. Dit is het laatste. Oh, de vehicle is gerepaired. Jongens, de auto, hij werkt. Enter vehicle, wegwezen. Oh, ik wilde eigenlijk hem misschien nog tricken, maar het is maar goed wat niet. Want er zit gewoon een cooldown op dat je die auto in kan. Wow, hoe easy was dit? Dit was zoveel makkelijker dat je eigenlijk zou zeggen dat we dus nog de volgende map een keer moeten gaan spelen. Dat is inderdaad zoals je hier ziet in de winter. Vond je deze video leuk? Vond het zeker niet een blauw duimpje omhoog doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En klik hier voor de vorige In Silence video met Koen. Waar we echt ons doodgeschrokken zijn. Dat wil je niet missen. Joejoe!